Op 15 november komen Pokémon Sword and Shield uit. En op dit kanaal kan jij Pokémon Shield winnen. Yo Nintendo fans, super tof dat je weer kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. En nu vraag jij je af, hoe kan ik Pokémon Shield winnen op dit kanaal? Nee, dat kan als volgt. De komende weken breng ik 5 video's uit waarvan dit de eerste is, waarin ik de meest bizarre beschrijvingen van Pokémon in de Pokédex bespreek. In iedere video heb ik het over 10 beschrijvingen en die gaan dus over een specifieke Pokémon. Nou verschijnen er in de video ook plaatjes van andere Pokémon die helemaal niks met het verhaal te maken hebben. Jij gaat dus de komende tijd deze 5 video's bekijken en kijken welke Pokémon niet thuis horen in deze video's. En jij laat dan een reactie achter in de 5e video met alle Pokémon die je in deze video's hebt gezien die hier dus niet thuis horen. Oké, ik zal alvast eentje cadeau geven. Ik heb het straks over Kadabra. En dan komt er ineens een plaatje van een Squirtle. Die Squirtle hoort daar niet. Die onthoud jij, die schrijf je op. En samen met alle andere Pokémon die je ziet in deze video's geef je dus een reactie in de 5e video. En onder degene die alle Pokémon goed hebben, verloot ik Pokémon Shield voor de Nintendo Switch. Oh ja, en je kan bonuspunten scoren als je gewoon leuke reacties achterlaat. En duimpje omhoog doet. En sowieso moet je geabonneerd zijn op dit kanaal om überhaupt Pokémon Shield te kunnen winnen. Nou, volgens mij is die duidelijk, hè? Dan gaan we snel beginnen met de eerste bizarre beschrijving van een Pokémon in de Pokédex. In Pokémon Fire Red staat namelijk over Kadabra. It happened one morning. A boy with extra sensory powers awoke in bed, transformed into Kadabra. Oftewel, er bestond een jongetje die ging slapen. Maar die jongen, die was zo telekinetisch. Die had bijzondere gaven, die had bijzondere powers, bijzondere krachten. En hij wordt wakker en ineens is hij een Kadabra. Ah, stel je voor, jij wordt wakker en je bent opeens een Pokémon. Dit is freaky, jongens. Dit is echt heel gek. Ik denk dat je wel blij mag zijn dat je een Kadabra bent, want Kadabra's zijn over het algemeen super sterk. Dat is een best wel goede Pokémon. Maar stel je wordt wakker als een shiny Magikarp. Ja, dan ben je wel veel geld waard. En ooit ben je een Gyarados. Deze jongen kon waarschijnlijk al lepeltjes laten bewegen in zijn leven. En in zijn onderbewustzijn is hij dus in zijn slaap veranderd naar een Kadabra. Een mens die een Pokémon wordt. Ik vind het echt bizar. En als je denkt dat dit het enige mens is die in een Pokémon is veranderd, nee, er zijn er meer. Dit staat namelijk in de Pokédex van Pokémon Black over Yamask. Each of them carries a mask that used to be its face when it was a human. Sometimes they look at it and cry. Eigenlijk wordt hier dus gezegd dat alle Yamask vroeger mensen waren. Mensen worden Pokémon. Schijnbaar is dat heel normaal in de wereld van Pokémon. Een Yamask is gewoon een mens geweest. En een Yamask is een hele verdrietige Pokémon. Want als hij naar zijn masker kijkt, dan ziet hij dus zijn gezicht zoals hij was als mens. En een Yamask wil blijkbaar geen Pokémon zijn. Een Yamask wil een mens zijn. Maar dat gaat niet meer. Soms kijken ze ernaar en dan huilen ze. Kan ook zijn dat ze gewoon lelijk waren. Knip, knip, knip. Nee, dit mag ik niet zeggen. Maar dus het besef. Mensen kunnen Pokémon worden. Oké, door naar de volgende. Deze is best wel eng. Drowsy in Pokémon Silver. It remembers every dream it eats. Daar is nog niks geks aan. Alhoewel, hij eet dromen. Oké. It rarely eats the dreams of adults because children's are more tastier. Dus een drowsy eet dromen, maar hij denkt, nee, ik ga niet naar volwassenen. Die dromen zijn smerig. Die dromen van volwassenen, die smaken naar gekookte Chinese kool. Oh, dat vind ik zo ranzig. Oké, als je iets echt niet lekker vindt, dan eet je het niet. Ik snap drowsy. Maar zijn reden is dus dat die van kinderen veel smaakvoller zijn. Die van kinderen smaken naar pizza en sushi. Maar waarom moeten kinderen altijd bang gemaakt worden in de wereld van Pokémon? Psychische en ghost Pokémon zijn echt niet vriendelijk hoor voor kinderen. Het is bizar, ik vind het bizar. Freaking drowsy. Heb je nog een voorkeur voor kinderen ook? En we blijven even bij de enge Pokémon. Namelijk Lampent in Pokémon Black 2. The spirits it absorbs fuel its baleful fire. Dus een Lampent voedt zich ook op de energie van geesten. Ja, oké. It hangs around hospitals, waiting for people to pass on. Litwick wacht letterlijk op mensen die doodgaan, zodat hij dus de energie van de geesten van die mensen kan absorberen. Deze Pokémon is freaking duister. Hij ziet er zo schattig uit, die Litwick. Ik heb pas een Litwick gevangen in Pokémon Go. Ik vond het zo'n cute Pokémon, maar daar is helemaal
helemaal niet cute. Laat die geesten met rust. Als iemand overlijdt, dan zeggen we toch altijd rest in peace of rust in vrede. Maar Lampent, die denkt er heel anders over. Je denkt, ach, laat ik even een Lampent neerzetten bij het graf. Dat is een kaarsje, weet je wel. Dat staat zo schattig. Maar Lampent, die absorbeert gewoon de geest van de overleden persoon. En daarom chillt hij dus in ziekenhuizen, omdat in ziekenhuizen nou eenmaal mensen overlijden. Oké, ik kan dit niet aan. Door naar de volgende. En dat is Gorbis in Pokémon Sapphire. Although Gorbis is the very picture of elegance and beauty while swimming. Oké, tot nu toe gaat het goed. Een Gorbis is mooi, elegant als die zwemt. It is also cruel. Oké, nu komt het. When it spots prey, this Pokémon inserts its thin mouth into the prey's body and drains the prey of its body fluids. Dus, net als een bloedzuiger, zuigt hij al de lichaamssappen uit de Pokémon of de persoon die hij tegenkomt in het water. Dit is net een knappe vrouw die eigenlijk heel erg gemeen is. Die is een beetje aan het paroderen in het water van oh, lalalala, ik ben zo mooi en elegant. Maar ik eet je op! En dan zuig ik alle lichaamssappen uit je lichaam. Nee, man. Nee. Oké, misschien wordt het beter als we naar Drifloon gaan. Dit is een ballon-Pokémon. In Pokémon Heart Gold wordt namelijk gezegd: it is whispered that any child who mistakes Drifloon for a balloon and hold on to it could wind up missing. Dus een kindje denkt, oh mooie ballon, ik neem hem mee. En die loopt lekker door de speeltuin. La 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 la. En hij blijft lopen. En dan denkt hij, oh waar ben ik eigenlijk? Dag kindje, je bent verdwaald. Drifloon heeft je meegenomen. Oh jongens, vang alsjeblieft geen psychische of spooktype Pokémon. Een andere beschrijving over Drifloon in Black 2 is: these Pokémon are called the signpost for wandering spirits. Children holding them sometimes vanish. Dus ja, die kinderen verdwijnen. En deze Pokémon wordt soms ook wel een bordje voor dwalende zielen genoemd. Wat heeft dit spel met zielen? Oké, Drifloon, ik ga even kijken of ik wat vrolijkers heb. Een Cacturn in Pokémon Sapphire. If a traveler is going through a desert in the thick of the night, Cacturn will follow in a ragtag group. The Pokémon are biding their time, waiting for the traveler to tire and become incapable of moving. Oftewel, Cacturns jagen reizigers net zo lang op tot ze zo moe zijn dat ze niet meer kunnen bewegen. En dat doen ze niet alleen, dat doen ze met een hele groep. Want met een groep zijn we sterker. En dat doen ze natuurlijk niet overdag, maar dat doen ze 's nachts. Oké, freaking Cacturn, jongen. Dus niet in de woestijn lopen in de nacht. Dan Hunter in Pokémon Silver. Its tongue is made of gas. Dus zijn tong is van gas. Dat lijkt me heel lastig. Dan voel je je tong helemaal niet. Ah, dat lijkt me echt vervelend. If licked, its victim starts shaking constantly until death eventually comes. Holy crap! Dus als je gelikt wordt door een hunter, dan begin je te trillen. Sorry, Caterpie. En dan blijf je gewoon trillen tot je dood bent. Wat is dit? Ik vind Gengar zo cool, maar Hunter is super evil. Nou, gelukkig heeft Ash het wel allemaal overleefd in de serie, hè. Er zijn ongetwijfeld oplossingen voor antidotes of dat soort dingen. Maar als je denkt dat Hunter lief is, dan heb je het mis, want Pokémon Crystal zegt nog dit. It hides in the dark. Hij verstopt zich in het donker. Planning to take the life of the next living thing that wanders close by. Oftewel, Hunter wil gewoon letterlijk iemand doodmaken. En het maakt niet uit wie of wat het is. Gewoon degene die als volgende langs Hunter loopt. Dit zijn echt bizarre beschrijvingen van Pokémon in de Pokédex. Ik hoop dat jullie dit leuk vinden, want er komen dus nog 4 video's aan. En als jij alle Pokémon spot die niet in deze video's thuis horen en het in de reactie zet onder video nummer 5, dan maak jij kans op Pokémon Shield voor de Nintendo Switch. Vergeet daarom deze video ook zeker niet te liken, reacties achter te laten en sowieso te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik je bij de volgende video of op twitch.tv/Rickachu. En dan zeg ik zoals altijd, mazzel!